weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga jullie dit weekend weer een weekend meenemen in mijn leven. En ik heb besloten dat ik dit ga proberen elk weekend te doen. Omdat ik het gewoon super leuk vind om te vloggen de laatste tijd. Jullie vinden het leuk om de weekendvlogs te zien. Dus dat is 2-in-1. Het is vandaag vrijdag 26 maart, 11:15. Ik heb net even iets voor een schoolopdracht gedaan waar ik vanmiddag een deadline voor heb. Ik ben de hele dag vrij. Ik hoef alleen vanmiddag om 3 uur een presentatie te geven. Dus dat is heel erg fijn. Omdat het nu al 10:45 is, ga ik nu eventjes ontbijten. Want ik heb best wel trek. En jongens, ik heb eindelijk een statief die ik uit kan schuiven en gewoon chill mee kan werken. Ik heb natuurlijk wel zo'n grote als die daar zat, maar een kleintje had ik nooit. Die heb ik nu wel heel erg fijn. Dus daar ben ik helemaal blij mee. En ik kan hier ook veel fijner mee vloggen. Ik ga nu stoppen met praten en ontbijt maken. Ik heb hier mijn heerlijke ontbijtje. Hey, kom je kijken? Dit is echt mijn havermout die ik echt zo vaak maak. Het is echt gewoon mijn altijd favorietje. Naar Max. Dus hier ga ik even lekker van genieten. Oké, ik heb net de hele tijd aan school gezeten. Ik moest nog allemaal dingen inleveren. Eén en al stress, stress, stress. En ik dacht, ik ga jullie gelijk even uitleggen waarom ik niet meer zo vaak een wat ik eet op een dag ga filmen. Ik heb namelijk toen ik nog echt in herstel zat, dat ik best wel vaak een video uploadde van wat ik at op een dag en wat ik at in een week en dat soort dingen. Omdat dat mijzelf gewoon heel erg hielp met mezelf gemotiveerd houden en omdat ik jullie dan ook wil laten zien hoe ik dat deed. Maar nu ben ik oprecht gewoon echt hersteld en mijn dagen draaien niet meer om eten. Wat ik hiermee bedoel te zeggen is dat als ik een wat ik eet op een dag film of een week lang film of wat dan ook, wat ik eet, dan ben ik weer de hele dag bezig met eten. Dat vind ik mega irritant. Ook is het nu, ben ik nu op zo'n punt dat ik heel snel gewoon iets pak. Qua als ik een lekker koekje zie, dan pak ik dat. Dan eet ik het op. Als ik een paasei zie, als ik een mandarijn zie, wat dan ook. Dat doe ik gewoon en dat denk ik niet altijd bij na om dat te filmen. Want het is gewoon heel normaal nu bij mij. En dan, ik kan niet bij elk klein dingetje wat ik eet laten zien wat ik film. Dat kan ik wel, maar dat denk ik gewoon niet meer aan. Hiermee zeg ik niet dat ik nooit meer al wat ik eet op een dag ga filmen. Of wat ik eet op een week ga filmen. Maar wat ik hier wel mee wil zeggen is dat ik dit minder vaker ga doen dan dat ik eerst deed. Wat ik deze video ook gezegd heb, ik ga proberen zoveel mogelijk te filmen. Maar zie dit alsjeblieft niet als dat dit alles is wat ik eet op een dag. Want waarschijnlijk eet ik veel meer dan dat ik film. Gewoon omdat ik als ik iets lekkers zie dat gewoon pak en er niet bij nadenk. En wat ik eet op een dag of wat ik eet in een week vind ik hartstikke leuk om te filmen, om te editen ook. Dus ik ga er zeker niet mee stoppen, maar ik ga het gewoon minder vaak doen. Maar het is gewoon meer dat ik in mijn hoofd er niet zoveel mee bezig ben. Waardoor ik heel snel vergeet dat soort dingen te filmen. Dus er komen zeker nog die video's aan, maar minder vaak dan dat ze er eerst waren. Dus nogmaals, dit weekend ga ik proberen zoveel mogelijk te filmen wat ik eet. Want onthoud dat ik waarschijnlijk nog veel meer eet dan dat ik in deze video laat zien. Maar dat is even wat ik wilde zeggen. Ik zie jullie bij de lunch. Ik heb net beelden geëdit van mijn video een week op zaterdag 5:30. Die ga ik proberen vandaag of morgen online te krijgen. In ieder geval heb ik nu echt serieus heel erg honger. Dus ik ga nu lunch maken. Ik denk dat ik even een soort van salade, bol, avocado, quinoa, hummus iets ga maken. Kijken wat we hebben. Ja. Ik heb net dit gevonden. Dat is zo'n Toscaanse carré. En die moet op en die is heel lekker. Dus die ga ik erop doen. Met allemaal dingen die ik in de koelkast ga vinden. Ga ik even maken en laat ik het jullie zo zien. Dit is mijn lunch. Het ziet er mega lekker uit. Allemaal leftovers. Het receptje vind je op mijn Instagram. En oh mijn god. Ik zei laatst tegen jullie, elke keer als ik iets van leftovers maak. Of elke keer als ik niet weet wat ik ga eten. Dan ziet het er lekker uit. En nu is dat gewoon weer. Hier maak ik me zo blij mee. En die vleesvervanger. Normaal had ik echt gedacht van, nee, dat is voor 's avonds. Dat mag niet 's middags. En als die op moest, dan had ik hem no way 's middags gegeten. En dan had ik gewoon gedacht van, oké, dan gaat het maar over de datum. En het voelt zo chill. Om nu gewoon te kunnen denken van, nee, ik doe hem lekker aan mijn lunch. Mijn presentatie ging goed. Ze waren tevreden, dus dat was fijn. Nu ga ik naar buiten wandelen, want het is heel mooi weer. Okay, daar ben ik heel blij mee. Oké, ik heb net een einde gemaakt aan een video die ik online moet zetten
van mijn 5:30 opstaan challenge. Het is inmiddels 5:30, maar ik denk dat het nog wel even duurt voordat we gaan eten. Ik heb oprecht echt gewoon geen trek gehad. Normaal neem ik bijna altijd een middag tussendoortje. Maar mijn lunch heeft echt goed gevuld vandaag. Dus dat is fijn. En dan zie ik jullie denk ik of bij het avondeten of bij iets anders. Good morning. Het is vandaag zaterdag. Ik heb net even gedoucht, mijn haar gewassen. En nu ga ik naar beneden ontbijten. Ik heb werkelijk geen idee hoe laat het is. Zoals even kijken. Het is 10:30. Dus ik ga even snel lekker ontbijten. Oké, ik zit in de auto. Ik ben namelijk onderweg naar Tilburg. Want ik ga vandaag met Laurie afspreken. En daar heb ik echt mega veel zin in. We gaan gewoon een gezellig dagje ervan maken. We gaan volgens mij eten bij Mr. Morris of zo. Iets. Dus ik zie jullie daar. Gezellig dagje. Ik heb er echt zin in. Inmiddels is het 2:30. En ik ben in Tilburg beland. En ik ga nu naar het restaurantje lopen. Waar Laurie en ik afgesproken hebben. En kijken wat zij er al is. Dat weet ik niet. Ik denk het wel ongeveer gelijk. En ik heb echt heel veel zin in deze dag. We gaan denk ik gewoon even lekker lunchen. En lekker kletsen. En voor de rest heb ik echt geen idee. Ik weet alleen dat ik jullie meeneem. En wat ik ook weet is dat Tilburg echt een rotstad is om in te rijden. Dus de mensen die rijles hebben in Tilburg. Respect. Ik ga even Laurie opvoeren. Oké, ik heb echt niet tegen jullie gepraat vandaag. Mijn mondkapje. Maar Laurie en ik hebben gewoon gegeten, een beetje geshopt. Ik heb een paar dingen gekocht, dat zou ik zo wel laten zien. Nu hebben we Starbucks gehaald. Pizza bodem. Deze pizza bodem gevonden. En dan ga ik zo weer naar huis en Laurie. Ik ben zojuist voor het eerst op de pont gereden, want dat was korter. Maar dat had ik nog nooit gedaan, dus ik vond het best spannend. Dat voelt best raar, maar wel grappig. Het was echt een super gezellige dag met Laurie. Ik heb mijn koffietje net op. Ik had een cappuccino met havermelk en vanille. Dat was heel lekker. En ik zal ze ook even laten zien wat ik gekocht heb. Ik ga nu eerst even naar huis rijden. Oké, I'm home. Het is 4:15. Ik zal even laten zien wat ik gekocht heb. Beker gekocht, van Starbucks zo'n plastic, zodat ik niet elke keer mijn papieren hoef, dat ik deze gewoon altijd in mijn auto heb. Voor het milieu. Bananen, want die waren op en ik kan niet een dag zonder bananen. Deze beker, die is echt heel erg groot. Net zo groot als mijn hoofd. Ik weet niet, ik heb iets met rietjes. Als het in een rietje zit, dan drink ik sneller. En voor mijn Insta en mijn website heb ik bij de Casa dit gekocht. Dit zijn twee van die rekjes en dan kan ik gewoon mijn bakjes opzetten of wat ik gebakken heb opzetten. Is het minder saai dan gewoon een witte achtergrond. Vond ik het leuk. Dus die heb ik ook meegenomen. Het was heel gek om weer aan de winkel te zijn. Maar heel lief dat we naar binnen mochten. Ik heb morgenavond een deadline. Dus ik denk dat ik daar even aan ga werken. En ik moet nog een video online zetten. Good morning, lieve mensen. Het is vandaag zondag. Het molo is niet om. Dus ik weet niet hoe laat het is. Het is 10:30 alweer. Maar ik heb net heel erg lang even zitten editen voor jullie. Filmpje gekeken op YouTube. En ik was best wel vroeg wakker al. En toen was ik dus aan de gang gegaan. Nu is het 10:30. Dus ik ga maar eens even uit bed en aankleden. En dan ga ik daarna even ontbijten. Want ik heb best wel honger. En ik heb een probleem. Want ik moet een video maken voor Engels. Over hoe ik mijn ontbijtje ga maken. Dus dat gaat langer duren. Dus ik ga opschieten. Want ik heb echt serieus heel veel honger. En dus wordt het weer havermout. Ik heb even geen keuze, ik moet die video maken, dus het wordt weer havermout. Ik beloof het de volgende keer ook andere ontbijtjes. Eigenlijk heb ik namelijk nu echt heel veel zin in pannenkoeken. Of wafels, of overnight oats. Maar ja, dat kan niet en dat is heel irritant. Maar voor één keer, ik ga die video even filmen. Ja, doei. Oké, ik heb een hele simpele outfit aan, maar ik vind het even leuk vandaag. Dit is wat ik aan heb. Heel simpel. Het is een body, die is van de Hollister. Broek. Stradivarius in jewelry or from my jewelry. Leuk hè? Heel simpel, maar ik hou van dit soort outfitjes.
Hey guys, today I'm going to show you how to make the best. Ik mess it up every single time. Zo ongemakkelijk in het Engels, zo ongemakkelijk. Ik kan niet mezelf zijn als ik een schoolopdracht met filmen moet doen. Ik ben mijn havermout nu aan het koken. En ik kan het wel 2 keer filmen, maar ik kan ook gewoon die video van Engels hierin plakken. Dus ik zou zeggen, veel kijkplezier met hoe ik in het Engels uitleg hoe ik mijn havermout maak. I hate this, but here you go. Ik ben de hele ochtend bezig geweest met die Engels opdracht. Helemaal klaar mee, het is al 2 uur. Maar ik heb hem nu wel af. Dus ik hoef nu nog maar 1 opdracht in te leveren. Die heb ik al af en ik moet nog foto's ervan maken en inleveren. Dus dat is heel fijn. Ik heb nu even een matcha gemaakt. Wat heel lekker is. Met sojamelk. En ik ga zo even lunchen, want ik heb weer een beetje trek. Ik ga lekker avocado's maken, want we hebben heel veel avocado's thuis. Zin in. Let's go. Ik ga zo ook even mijn kamer opruimen. Want het is weer een enorme bende. Want ik heb altijd op een zondag een soort van reset dag voor mezelf. Als jullie dat nou een keer willen zien, gewoon een hele dag dat ik gewoon alles laat zien wat ik op zo'n dag doe. En een soort van mijn leven op orde krijg en een dag soort van, I don't know. Dan moeten jullie dat even zeggen, heb ik nog nooit gedaan. Maar zo'n dag is voor mij echt heel chill en misschien hebben jullie er wat aan. Dus als jullie dat willen zien, let me know. Ik heb even een trui aangetrokken, want ik had het heel erg koud. En nu ben ik een smoothie aan het maken. Die ook koud is, maar daar had ik gewoon.